Constans, ik heb jou helemaal enthousiast gemaakt over de Fairphone. Klopt. Hoe bevalt die? Slecht. Oh, sorry. 10 applicaties die erop staan crashen. Voortdurend komt de melding in beeld dat een applicatie het niet doet. Bericht elk sms'je wat ik krijg. Voor een bericht achterna dat de sms-dienst gestopt is, dan moet je weer op oké klikken. Maar wat het erg is, dingen als foto's maken lukken niet. Ach, kom. De camera opstarten lukt niet. Op het moment dat je een telefoontje hebt gehad en staat daarna de camera op, doet de camera het niet. Laat zien. Camera starten. Werkt. Doet niet. Ja. Doet kijk, niet. Hier onzin. Je zei allemaal, ja. Doet niet. Nu ga ik iemand bellen. Ja. Dus. Kan die bellen? Doet hij dat goed? Bellen doet hij goed. Oké. Okay. Bellen doet hij goed. Geen probleem. Ja. Gelukkig. Dat ja. Het werkt. Mm-hmm. Dus even kijken. Ik ga jou even bellen, Vincent. Ja. Even zien, ik kan even meekijken zo, ja, even. Is hij snel genoeg? Hij is snel genoeg, sneller hoeft niet. Oké. Okay. Camera is goed genoeg. Oké, okay. Je belt mij. Moet ik opnemen of hoeft dat niet? Nee, hoeft niet. Oké, okay. Dus we hangen nu, ja. En nu? Nou, hij doet het nog. Haha, okay. Maar meestal doet hij niet meer. Nee, nog even, bel mij nog even op, dat ik even opneem. Misschien is dat het. Misschien is dat het. Ja. Nee, maar dat is meestal is het als je hem aan hebt gezet, ja. Als je de camera gebruikt, ja. Dan doet hij het eventjes. Ja. Maar als je daarna... even kijken. Ja, als je daarna gewoon... als je hem niet start, hij start en je doet gelijk de... Oh ja. Oké. Okay. Hallo Fairphone. Hallo Vincent. Ik hoor je goed. Oké. Okay. Dan nog even verder. Dan ben ik wel benieuwd hoor. Dan ben ik wel even benieuwd. Kijk, we gaan bijvoorbeeld eventjes, we ja. Moeten eventjes doen. Ja. We zetten even Clash of Clans aan. Ja. Want we moeten eventjes gewoon... Doet hij ook prima? Ja, dat doet hij ook goed. Clash of Clans, geen probleem? Geen probleem. Oké. Okay. Hij is wel aan het laden. Hij is niet zo snel, dus het duurt wat langer. Maar dat, is okay. Dat geeft helemaal niks. Dat okay. Werkt gewoon goed, oké. Okay. En dan gaan we kijken of de camera het nog doet. De camera doet het nog. Ja. Maar ik zeg, okay. Over een half uur doet het niet meer. Ja, over een half uur. Ja, maar je zei, altijd doet hij het niet. Als je hem restart, ja? En je doet niet gelijk de camera, dan doet de camera het. Doet de camera niet. Dus als je eerst een andere applicatie doet, ja? Dan de camera... Maar restarten doe je toch nooit? Nee, maar de hele blogs bij Fairphone zijn helemaal vol met mensen die klagen over die camera. Oh. Wat hij niet doet. Oké. Okay. Dus het is gewoon niet goed. En sms ontvangen, krijg je een sms'je achteraan, zei je? Wat nog meer, en wat voor applicatie werkt er nog meer? Schema aan uit. Dan denk je, leuk, ik wil hem s'nachts uitzet. Ja. Maar als je dat schema aanzet, dan crasht de applicatie. Oh, ja. Dus die doet het niet. Schema, nog andere? Dus je kan hem wel uitzetten, maar ja? Nu zeg je hem aan, nou, dat doet het niet. Maar hij doet het wel. Want hij staat nu weer aan. Nee, dat doet het niet. Maar je krijgt voortdurend krijg je die melding in beeld. Dat okay. Alles wat je doet, krijg je gewoon een melding dat sms-berichtgeving gestopt is. WhatsApp gestopt is. Ik heb er maar 4 applicaties op. Oké. Okay. Dus wil je mij nog wel hebben? Er komt een nieuwe firmware uit. Ja. En die firmware die, zet de update voor de camera in. Ja. Dus dat is wel goed. En die dual sim is super handig. Ja. En eigenlijk helemaal goed. En we doen er goede zaken mee voor het milieu. Oh ja. Dus maar, je hebt er nog wel vertrouwen in, maar eigenlijk qua software... Is de, de extra SD-kaart deed het niet. Ik heb met Fairphone gebeld. Dat is handig, dan neemt iemand op. Oh. Dat is natuurlijk leuk, want... De service is wel Apple goed. Kan je niet bellen daarvoor, nee. En Samsung ook niet. Nu krijg je iemand aan de lijn. Ja. Die zegt, hij is niet goed. Stuur hem maar op. Ben je hem 2 weken kwijt. De Fairphone... Hoe kan ik dan bellen in die 2 weken? Ja, dan moet u een andere telefoon aanschaffen. Hebben jullie geen reservetelefoons? Nee, die hebben we niet. Dus ik moet een nieuwe telefoon kopen. En ik denk, ik ben goed voor het milieu. Maar dan ben ik dat niet meer. Dan heb ik 2 telefoons. Je hebt nog oude telefoons liggen. Ja, maar zij zouden het ook kunnen zeggen. We houden de 100 achter voor reparatiedoeleinden. Ja, maar als ze zoveel problemen hebben. Ja, dat wisten ze niet van tevoren. Ze hebben het uitgebracht met de gedachte zonder die problemen. Okay, dus Fairphone is nog niet helemaal fair. Ze hebben het idee... Het is niet een Fairphone. Ja. Het is niet af. Die OS, wat ze hebben gebruikt over Android... Ja? Die laag is nog niet helemaal goed. Niet helemaal goed of helemaal niet goed? Ja, hoe vind je in principe de bijdrage, de user... Hadden ze niet gewoon basic Android kunnen nemen? Ja. Oké, okay. Dus als je nu ook gewoon toelaat... dat je basic Android eroverheen installeert... is er toch wel een probleem over? Klopt. Okay. Ik denk het ook.
Er zit een hele rare app zit erbij. Als je dus, dit is een snel, om snel te kiezen. Ja. Dan ga je van de zijkant naar binnen, of van deze kant. Ja. Dan heb je 4 applicaties die kan je snel aanklikken. Ja. Maar voortdurend, als je dus wil swipen naar de volgende pagina, ja, dan zit je, voortdurend doe je deze. Dus je schiet de hele tijd in dat snelkeuzemenu. Oh ja, en dat vind je helemaal niet prettig. Nee. Nou, je kan het niet uitzetten. Dus, oh, je kunt niet uitzetten. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat je vanaf deze kant dit wel altijd doet. Of in ieder geval aan de bovenkant wel. En ja, niet aan de onderkant. Oh, ja. Maar dat is niet zo. Dus er zit nog wel wat usability issues. Oké, nou ja. Dus ze kunnen je altijd bellen. Apenstaartje constant. Ja, alles apenstaat constant.nl. Nee, wat is het? Constant@colibri.nl. Oké, dank je.